Een van de grote opdrachten bij deze actie is om de mensen te identificeren waarvan foto's zijn die in die collectie zitten. Ik heb hier een foto van Maarten Krabbé. De man was toen een jaar 4-25. Er is ook een foto van zijn vader, kunstschilder, en van zijn moeder, zangeres. En dit is gewoon een voorbeeld, want er zijn nog veel meer beroemde Amsterdamse families. Maar het unieke en bijzondere aan deze collectie is dat er ook, ja, zeg maar, de gewone man naar studio Merkelbach ging om misschien voor één keer een hele mooie foto te laten maken. En we zijn juist natuurlijk ook bijzonder geïnteresseerd in wie nou die gewone Amsterdammers waren.